popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Hallo, ik ben Stefan Hagen, ex-Olympier in short track. Samen met 3 andere Olympische atleten doe ik op 5 februari mee in Valkenburg aan de Crushed Ice Downhill Races. Wij gaan daar de Nederlanders een poepje laten ruiken. We hebben een heel goed team, met echt toppers. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit en ik denk dat echt, wij passen enorm goed in het gegeven. En ik denk dat de Nederlanders echt van ons gaan verschieten. En die kunnen een poepje ruiken met hun lange baanschaatsen. Het is ook geen sterren op het ijs. Het is supergevaarlijk. Het gaat supersnel. Het is Crushed Ice Downhill Races. Ik denk dat de voorbereiding vooral is terug je verstand op nul te zetten. Zeker een hele goede fysiek hebben. En durven gewoon. Durven naar beneden te racen. Wij hebben gelukkig al de ervaring in een gevaarlijke sport. Want short track is ook wel echt een gevaarlijke sport. Je moet echt heel snel door de bocht gaan. Heel snel reageren. Constant bij de pinken blijven. Maar ook heel veel lef. Heel veel techniek, heel veel inzicht. See you there, be there. Ja, we gaan gewoon om te winnen. Punt uit.